Dag kijkers, welkom bij een nieuwe video. Hey, ik ben in Haastrecht, mijn geboortedorp, bij mijn ouders, want mijn vader gaat vanavond weer een keertje voor jullie en voor ons koken. Dus ik ga eens even kijken wat hij aan het doen is. Oh, hier is mijn moeder. Hoi. Hoi. Ga je aan het werk? Hè? Ga je aan het werk in de keuken? Ik ga alleen maar filmen, mijn pa mag het werk doen. Zo. Hallo. Hallo, wat ben je aan het maken? Ik ben biefstuk aan het snijden. Ik ga geroerd bakte biefstuk maken met spersiebonen en champignonnen. En een uitje. En gebakken aardappeltjes ermee. Ik snij het in reepjes. En dat ga ik zo roerbakken. Bakken. Zo. Nou, een beetje kruiden. Zo, een beetje zout. Niet te veel, een beetje. Zo. Nou, laat het even staan. De boontjes staan klaar. Die heb ik door midden gesneden. Dus die laat ik beet gaar worden en die gaat er zo doorheen. Lekker, ik ben benieuwd. Ja, wordt heel lekker. Heel makkelijk recept. Dit is het voor drie personen. Heb ik 3 ons champignons heb ik gesneden vast. Lekker. En dan 3 ons biefstuk gesneden. En 3 ons boontjes. En hoeveel aardappeltjes heb je? Ja, de aardappeltjes 6 ons. Maar dat is gewoon hoeveel trek je. De ene heeft minder trek dan de andere. Als je veel trekt, ben je meer dan genoeg. Maar ik heb wel trek. 6 ons is het. Dus meer dan genoeg. Nou, ik begin trek te krijgen. Lekker op biefstuk altijd. Mmm. Oké, okay, de biefstuk gaat nu geroerbakt worden. Ja. De boter heet laten worden. Dan gaat de aardappeltjes zo gelijk in. De boontjes schiet ik zo af. Zo. Ik heb hier een van het biertje, Argus. Ja, ik kan het niet uitspreken, ik weet niet, panna geven, whatever. Dat is 1% alcohol, het smaakt precies naar Shandy. Weet je wel, wat kinderen vroeger altijd op de verjaardagen mochten drinken. Mm. Lekker, lekker fris. Dat ruikt lekker al, die biefstuk. Heerlijk. Ja. De tafel is ook een soort van gedekt. Kijk, even de achtertuin. Ha, mijn mooie OV-fiets. Ik denk dat het helemaal goed is, hè? Ja. Zo. Nou, ik ga er vanzelf. Nou, dan moet ik een beetje vocht in de kwijt. Er zit te veel in. Dan doe ik even een kopje. Zo. Ga ik uitbakken. Champignon erbij. Kijk, lekker aardappels. Zo, en dat komt even bakken. Dus. En zo de boontjes erbij. Zo, de boontjes. Nou, dat schiet lekker op allemaal. Ja hoor. Oké. Okay. Ja, dat is wel hartstikke goed. Ik zie die aardappels wat hoger. Lekker hoor, om een keertje zelf niet te koken, alleen maar te filmen. Ik wil alleen maar op te eten. Ja. Zo, ook bijna goed. Dit is ook bijna goed. Hier komt er doorheen.
doe ik het laatste moment doe ik de biefstuk erin. Zo. Wat is dat? Kijk eens mensen. Zo'n mooi maaltje. Ja. We zetten alles even op tafel. Ik pak die aardappels wel. Zo, nou, bijna klaar om te eten. Nou, allerlei kleuren, bruin, groen, geel. Jullie doen nog wat de mayonaise erbij of zo? Ja, dat wel. Ja? Ik ook, ja. Oké. Okay. Wat zijn de borden? Ja, die is voor mij uit de magnetron. Zo. Nou, lekker eten. Ja, ziet er lekker uit. Echt lekker, hè? Schiphol. Kijk eens mensen, ik heb hem opgeschept. Heerlijk. Nou, wil je ook opscheppen? Ziet er goed uit, toch? Mm-hmm. Meer? Nou, even proberen. Oh, lekker mensen. Goeie combi. Is lekker. Is heerlijk. Even nog wat mayonaise erbij doen zo. Een beetje zout. Mmm. En lekker. Heerlijk. Ja hoor. Ja hoor, goed eten dit. En mensen, ik doe er heel klein beetje zout bij. Lekker mager met het biefstuk. Mmm. Nu met een beetje mayo en extra zout. Het boontje is ook heerlijk, lekker vers. Ja. Oké mensen, wij gaan lekker eten. Ik ga de video afsluiten. Allemaal bedankt voor het kijken. Bedankt voor het koken. Bedankt voor het eten. En mensen, tot de volgende video. Doei doei. En vergeet niet te liken, te abonneren of een leuke reactie te schrijven.